Nou, waar het ons eigenlijk om te doen is dat de provincie een regeling heeft gemaakt waarin ze voortdurend zeggen, we hoeven eigenlijk geen schadevergoeding te geven. Het is gewoon uit de coulance. En daarna hebben ze een regeling gemaakt die gewoon eigenlijk op grond van allerlei oneigenlijke gronden heel laag is gehouden. Wat er niet klopt is dat ze steeds zeggen, we hebben niet iets verkeerds gedaan. Ik zeg ook niet dat ze iets verkeerds hebben gedaan, maar er zijn toch wel heel veel dingen verkeerd gegaan. En als een overheid dingen verkeerd gaan, dan zullen ze dat toch moeten compenseren naar ons toe. Het is overigens niet alleen de Raad van State die straks een oordeel moet gaan vellen over de zaak. Want omwonenden hebben ook de nationale ombudsman ingeschakeld. Het punt wat we dan maken is de houding van de provincie Overijssel naar ons. Dus helemaal niks met die sanering, maar gewoon het bagatelliseren van het probleem. Ons bij voortduren niet serieus nemen. De klachtenregeling, ik heb ook weer 2 klachten ingediend, je krijgt er niets over te horen. Nou, dat aspect hebben wij aanhangig gemaakt bij de nationale ombudsman. Die hebben met ons gesproken en met de provincie. En inmiddels heeft dat geleid dat we in begin volgend jaar er een gesprek is met de nationale ombudsman en met ons hierover en met de provincie daarbij.